Een paar maanden geleden kregen Ron en zijn broer Carlo Boshart verschrikkelijk nieuws. Hun vader is toen naar het ziekenhuis gebracht omdat zijn lever en nieren niet meer functioneerden. Ron vertelt aan Story hoe zwaar het voor de familie is en hoe bezorgd ze zijn. De vader van Ron en Carlo kampt al jarenlang met hartproblemen, maar afgelopen zomer ging het ineens heel snel bergafwaarts met zijn gezondheid. De vader van de televisiepresentatoren werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis omdat zijn lever en nieren niet meer functioneerden. Op zijn leeftijd kan de boel instorten als een kaartenhuis. Dan begint het bij het hart, maar gaat het al snel op andere plekken ook mis. Vader Boshart moest op gegeven moment wel 30 pillen per dag slikken. Volgens Ron was dat allemaal erg onoverzichtelijk. Mijn moeder kon het ook niet meer overzien. Nu krijgt hij het verdeeld over zakjes, al dus Ron die ook meldt dat er weer licht in de duisternis is. De organen van zijn vader beginnen langzaam aan beter te functioneren, al blijven de zorgen groot. Hij is heel breekbaar, heel mager, op dit moment weegt hij nog maar iets van 50 kilo. Dat doet heel veel met hem. Volgens Ron wil zijn vader niet meer naar buiten omdat hij bang is voor ongemakkelijke vragen. Hij durft de straat niet meer op, omdat iedereen erover begint dat hij zo mager is.